Hoi, ik ben Stefan van Artsens Kooi TV. We zijn hier bij het nieuwe kooihuis van de Marucho Kooi Farm. En ik wil je gewoon even binnen laten zien. En vooral eventjes het filter hier bespreken. Want dat is een gedeelte is door ons geleverd. Het is leuk om te zien hoe ze hier in Japan normaal gesproken filteren. En nu dus nieuwe stijl bij de Marucho Kooi Farm. In het najaar van 2018 is de eerste steen gelegd voor dit supermoderne kooihuis. Met maar liefst 6 bassins van 30 kuub en 3 bassins van 7 kuub. Iedere tank is apart verwarmd en apart gefilterd. Dat is ook vrij uniek, want bij de meeste andere kooihuizen zie je dat meerdere bassins met elkaar in verbinding staan. Dat is hier niet zo. Alles is hier apart gedaan. Dit kooihuis is gemaakt voor het publiek. Het ligt mooi qua locatie, dus in het dal, vlakbij de grote weg. En dat is natuurlijk in de winter wel heel fijn, want vooral voor de oudere Japanners, die willen niet helemaal boven in de bergen gaan rijden met 3-4 meter sneeuw. Dus die blijven liever in het dal. Maar ook hier binnen is het echt gemaakt voor het publiek. Dus iedere bazin heeft minimaal een pad van 1,5 meter, zodat je er goed bij kan werken. Je kan bassins neerzetten, zodat je de vissen wat beter kan bekijken. Ja, het is echt allemaal heel ruim. Goed belicht. Ja, gewoon echt mooi opgezet voor het publiek. De eerste 4 bassins zijn gemaakt voor de Nissa. En de laatste 2 bassins zijn op dit moment gevuld met Tosai voor de verkoop. Maar later zullen ze misschien wel gebruikt worden. Om kooi klaar te maken voor de kooishow. Vandaar een afscheiding, zodat je die ruimte nog eens een keertje extra apart kan conditioneren. En ook kan afsluiten, wel voor het publiek kan afsluiten, want die vissen hebben dan zo min mogelijk stress nodig. Dit kooihuis heeft een Nederlands tintje, omdat het volfilter van ieder bazin een trommelfilter is van Red Label. Die heb ik mogen leveren en ik heb daarvoor gekozen omdat ik merkte dat de Red Label systemen gewoon eigenlijk heel weinig storingen vertonen. Als er een storing is, dan is die heel makkelijk te verhelpen. En als het niet makkelijk te verhelpen is, dan wordt het verholpen door de mannen van Red Label. Dus dat is helemaal goed. Dus vandaar mijn keuze voor de Red Label systemen. Er zitten er hier dus 6. En ieder bazin heeft dus zo'n goot naast het bazin. Laten we beginnen waar het begint. Dit bazin heeft 2 bodemdrains. Die komen uit hier met 2 keer 110. Gaat het de trommelfilter in. Na het trommelfilter gaat het met 125 gaat het eruit. Dat was omdat het hier makkelijker is de 125 in Japan kan leidingen te hebben. Dan komt het water, zoals je kunt zien, met een behoorlijke gang door de 2 pijpen op de horizontale Japanse mat terecht. En je ziet daar nog 2 pijpen rechts, deze 2. Dat zijn ook nog eens een keertje invoeren. Stel dat het trommelfilter wel een storing zou hebben, of dat ze het trommelfilter gewoon willen buitensluiten, dan kunnen ze niet alleen met de ingebouwde bypass van de trommelfilter, maar ook nog eens een keertje met dit extra bypass kunnen ze 2 kranen openzetten en dan komt het water rechtstreeks van de vijver in het biologische gedeelte. Horizontale mat, en dat water moet dus door dat mat heen. En komt daaronder die horizontale mat ligt filterspons van Sensuke. Dan gaat het naar de volgende kamer met nog veel meer filterspons. En het is een beluchte kamer. Hierdoor werken de bacteriën, kunnen beter hun werk doen. En na dit bazin van ongeveer 1,5 meter lang en 1 meter breed gaat het naar het volgende bazin. Dat is een klein bazin waar het water wordt bijgevuld. Het wordt allemaal met bronwater gevuld. Wel vrij veel ijzer
maar de hanenvissen hebben daar geen last van, gaat het terug. En ja, doordat de pomp eigenlijk weinig te doen heeft, zit er een hele energiezuinige pomp op die met nog geen 100 watt deze hoeveelheid water kan verpompen. Ik zal jullie laten zien, de biospons van Sensuke, die zit in dit filtersysteem in iedere kamer, behalve de trommelkamer natuurlijk, zit de filterspons. En ja, ik vind het een voordeel hebben ten opzichte van matten, is dat het geen grof vuil vasthoudt. Het moet juist alleen maar bacteriën huisvesten. Werkt enorm goed, ook makkelijk om uit te spoelen. Zit hier, ik weet niet precies, maar ik denk wel 150 van deze zakken in per kamer. Dus dat gaat helemaal goed. Maar omdat de trommel ervoor staat, worden ze helemaal niet vies. Voor de mensen die nog niet weten hoe een trommelfilter werkt. Het water komt dus met de twee leidingen in de eerste kamer van de trommel. Dan moet het water de trommel in. En daar zit een gaas op van 60 micron. Dat is dus heel fijn. Om je een idee te geven, een safe zit op 250 tot 350 micron. Dus 60 micron is echt heel fijn. Op het moment dat het trommelgaas vuil wordt, dan krijgt wordt er te weinig water doorgelaten, waardoor het waterniveau buiten de trommel gaat zakken. Op het moment dat het te laag wordt, dan zal de sensor dat opmerken en die zorgt ervoor dat de trommel gaat draaien en de sprays, die rode sprays die je ziet zitten, zullen het vuil van de screen af spuiten en het komt dan in die goot. En die goot gaat dan in dit geval meteen naar een open vat. Maar bij ons zal dat op een gesloten naar het riool, naar de regenwaterafvoer gemaakt worden. Ik zal de trommel aanzetten. Ieder filtersysteem heeft zijn eigen controller, zo ook filtersysteem 1. Dit is de drumcontroller van Red Label. En ik vind dat een mooi systeem. Het is niet een systeem waar alleen maar een knop op zit aan en uit. Want dan kun je, als er iets gebeurt, kun je heel weinig zelf doen. Bij deze kun je heel veel instellingen doen op een heel makkelijk niveau. En als het echt mis is, zou zijn, dan kunnen ze op afstand je ook nog helpen door op een hoger niveau instellingen te veranderen. Maar dat is over het algemeen niet nodig. Het actuele waterniveau staat op 42,5. In het midden zie je een smiley, dus dat is allemaal goed. En rechts zie je de ingestelde spoelingsniveau. Die staat op 39. 39. Dus heel langzaam zal het waterniveau, het actuele waterniveau, zal zakken naar die 39. Dat is dus het waterniveau buiten de trommel. Dus wel in de trommelfilter zelf, maar buiten de trommel. Op het moment dat die dus te laag wordt, er is te veel vuil in het filter, dan zal die gaan spoelen en zal de trommel gaan draaien. Als je nou een keertje je waterniveau in je vijver wat lager of wat hoger wil hebben, dan kun je die ingestelde waterniveau, of een spoelingsniveau, 39, kun je verhogen of verlagen. En dat is hier in dit kooihuis is dat belangrijk, want dan willen ze nog wel eens wat lager of wat hoger juist zetten. Maar ook voor je eigen vijver is dat echt heel handig om te doen. Stel je vijver verzakt wat, dan is het wel handig om je ingestelde waterniveau ietsje lager te kunnen zetten. Het kooihuis is dubbelwandig uitgevoerd. Dubbele deuren, dubbele ramen en ook dubbele golfplaat transparant. Om natuurlijk in de winter zoveel mogelijk de warmte binnen te houden. Dit was het filmpje. Bedankt voor het kijken. Heb je nou zoiets van, ik wil wel heel graag meer weten over het Red Label systeem. Heb je sowieso vragen? Stuur ze even naar de mail. Staat hieronder in de beschrijving. En natuurlijk... altijd de comments, kan je altijd eventjes. Ik ben heel benieuwd naar je vragen of naar je opmerkingen. Comments,
En echt vragen over het filter, even via de mail. Bedankt!